Misbruik in zedenzaak Westkapelle mogelijk al in de jaren 60 begonnen. Leden Provinciale Staten leren te vergaderen zonder papier. En is er een kwaliteitsverschil tussen goedkope en de duurdere brandstof? Zeeland nu. Koen Teuwis. Dames en heren, een hele goede avond. Het misbruik in de zedenzaak in Westkapelle zou al in de jaren 60 zijn begonnen. Tijdens een informatiebijeenkomst gisteravond voor de inwoners van het dorp meldde zich een slachtoffer. Hij zegt dat hij in de jaren 60 op jonge leeftijd is misbruikt. Aangifte doen kan niet meer, omdat de zaak is verjaard. 25 Westkapelaren kwamen op de avond af. Bewakers voor de deur hielden de media op veilige afstand. Op de avond werd weinig nieuws verteld, totdat een man naar voren bracht dat hij in de jaren 60 door de verdachte zou zijn misbruikt. Hij was toen 9, de verdachte een jaar of 17. Na afloop wilde burgemeester Van der Zwaag er weinig over kwijt. Nou, daar wil ik eigenlijk liever niet te diep om juist de privacy te waarborgen. Maar het had op een hele lange periode geleden, op 40 jaar, betrekking. Tijdens de avond ventileerden de inwoners verder vooral hun ergernis over de wijze waarop Westkapelle in het nieuws is gekomen. Vooral die beeldvorming die er nu ontstaat, voor joh, in Westkapelle hebben ze de andere kant op gekeken. Ja, die klopt niet. En ook het feit dat de relatie wordt gelegd tussen de 100 jongens in Westkapelle, wat ook niet waar is. Het zijn 100 jongens die niet uit Westkapelle hoeven te komen, maar ook buiten Westkapelle, zelfs buiten de gemeente Veren. Na afloop wilden bezoekers toch wel met de pers praten. Enkele hebben het gevoel dat er echt wat rechtgezet moet worden. Ik ben van mening dat die slachtoffers vroeger ook... Dat ze gewoon vrijwillig zijn meegegaan. Ja, absoluut. En dan ze draaien er nu voor schamen voor het feit dat ze een keer met een man iets hebben gedaan. Want dat is een schande natuurlijk, want ze zijn waarschijnlijk nu allemaal getrouwd en kinderen. En ja, maar goed... In mijn ogen gaan de meeste vrijwillig met ze mee. Maar een verkeerde man is zeker niet. Sorry, echt niet. Nee. Kent u de verdachte zelf? Ik ken de verdachte zelf ook, jou. Ja. Heeft hij u wel eens benaderd? Klein was, ook benaderd natuurlijk. En dan krijg je ook wel eens een rolletje snoep of wat dan ook. Ja. En we snoepen allemaal graag. Dat neem je aan, zeker als je 11 jaar bent. Een rolletje stophoest. Nou ja, ik had ook wel eens meegemaakt, een klein rolletje stophoest. Dan kwam je bij je vriendje aan. Ja, dan zei die moeder van breng me direct terug. Want dat hebben we liever niet. Dus ja, dat was ik 11 en ik ben nu... Ooit wel eens lastig gevallen? Nee, lastig gevallen nooit. Nee. De beste man die zal een keer terugkomen. En die is erg honkvast. En de kans is erg groot dat hij hier weer terugkomt. En hoe of hij... zich dan gedraagt, dat wordt een hele lastige natuurlijk. En hij is niet genezen. Een uitgebreid verslag van de informatieavond en reacties van inwoners kunt u vinden op onze website. Het beeld van Westkapelle dat ontstaat door de ontuchtzaak is vooral een beeld van een gesloten gemeenschap. In deze gemeenschappen blijven dit soort verhalen vooral geheim. Dat is de ervaring van Frida den Hollander. Zij is vertrouwenspersoon voor mensen die seksueel zijn misbruikt. De hoofdonderwijzer van mijn zoon, een heel aardige man, goede onderwijzer, fijne vrouw, fijne kinderen. En op de dag dat hij werd gepensioneerd, trok hij bij zijn vriend in. Een hoofdstuk uit het nieuwe boek van Frida den Hollander over geheimen in de mensenleven. Geheimen zoals in Westkapelle, die lang bewaard blijven onder meer door intimidatie. Ik denk dat de dader de intimidatie... heeft gebruikt bij de jongeren ooit. Intimidatie van als je het vertelt, dan gebeurt er dit, dan gebeurt er dat. En als jongeren ben je er heel gevoelig voor. Ook schaamte en schuldgevoel spelen een rol. Want eer dat een kind doorheeft dat de weg uiteindelijk seksueel misbruik is, door jovialiteit, door vriendelijkheid enzovoort, gaan er weken voorbij. Het is niet de eerste keer van, kom jongetje, ik wil wat. Nee, het is joh, leuk en gezellig, zullen we samen enzovoort. En dan zijn ze bang door dat schuldgevoel van, ja, maar dan zullen de anderen wel zeggen, waarom hebben we de eerste keer niet? Dus jij vond het helemaal niet zo erg. Daarnaast is de angst om scheef te worden aangekeken door de gemeenschap groot. Je zult maar... nu 37 zijn, net een gezinnetje hebben, net een baan hebben, gezetteld zijn.
En dan moet je zeggen dat er ooit iets is gebeurd met je. En er staat ook weer in de krant dat het zwakkere zijn. Nou, stel je voor dat ze nog zwak zijn. Willen ze dat etiket niet hebben. Dus hun hele wereld komt op z'n kop als ze nu aangifte doen. Ze ondervond zelf de nadelen van de sterke verbondenheid van de West-Kappelse gemeenschap. Ik heb 3 jaren badmintontraining gegeven. Ik ben met conflict weggegaan. Want ik had een conflict met een van de meisjes. En toen had ik ineens een conflict met de hele vereniging. Dus ze komen gewoon voor elkaar op. Meer aangifte ziet ze nog niet meteen gebeuren. Ik denk dat de slachtoffers heel moedig moeten zijn. Gewoon heel moedig. Willen ze deze man ooit veroordeeld te krijgen? Stapels papier gaan er doorheen bij de provincie. Maar vanaf volgende week vergaderen provinciale staten papierloos. De statenleden krijgen allemaal een tabletcomputer, waardoor een printje niet meer nodig is. Maar de statenleden moeten nog wel op cursus. Voordat je kunt beginnen met een cursus hoe vergader ik papierloos met een tabletcomputer, moet die eerst aanstaan. Lukt het? Nee. Gewoon eventjes links tikken en klaar. Nee, niet. Ja. Het is moeilijk, hè? Ik vind het best lastig, ja. Maar ik vind het wel een mooi speelgoed. Sorry, dat mag ik niet zeggen, maar het is een mooi apparaat. Het gaat nu nog wat onwennig, maar vanaf volgende week moeten de statenleden eraan geloven. Dat papierloos vergaderen, dat is helemaal van deze tijd. Hè. Vroeger was het zo, of eigenlijk op dit moment nog, dat je met een stapel papier, ik heb er hier een paar neergelegd, een willekeurige stapel vergaderstukken, onder je arm naar een vergadering gaat en die leg je dan vervolgens op je tafel om te gaan vergaderen en dan zit je in dit stuk te kijken en dan staat er nog eens even iets in een heel ander stuk en ja, je bent al heel snel vaak kwijt waar alle informatie precies staat en met een modern apparaatje wat heel dun is en waar in feite alle informatie in kan zitten, kun je in één oogopslag alles vinden wat je zoekt. Het is dus efficiënter, denken ze bij de provincie. Feit is dat het de papierhonger stilt. Een gemiddeld statenlid krijgt zo'n 2 meter papier per jaar voor ze kiezen. Reken je dat uit voor alle statenleden samen, dan krijg je een stapel papierwerk zo hoog als deze toren. En dat zit allemaal nu in dit apparaatje. En waar de een nog wat moeite heeft, is het voor de ander al gesneden koek. Kijk, ik heb mijn Gmail erop zitten, dus alle stukken zitten er al op. Dus dat is natuurlijk reuze handig. Want thuis heb ik gewoon alles op Gmail zitten en hier je adres roep je op en dan heb je alles weer. Vanaf volgende week gaan de statenleden aan de slag met hun nieuwe gereedschap. Het is alleen nog de vraag of de statenvergaderingen de komende tijd net zo gestructureerd verlopen als normaal gesproken. Want met zo'n tablet kun je veel meer dan vergaderen alleen. Eindelijk is je foto van aan de bed maken. Ja, toch. Wat zit er verder nog in deze Zeeland Nu? Messcherpe Japanse oesters in Gevelingenmeer geruimd. En de toekomstige Miss Zeeland komt misschien wel uit Goes. De prijzen van brandstoffen rijzen de pan uit. Benzine, diesel en LPG waren nog nooit zo duur. Omroep Zeeland duikt deze week in de wereld van de brandstoffen. De hoge prijzen leiden ertoe dat veel automobilisten op zoek gaan naar de goedkoopste pomp. Maar is die goedkope benzine net zo goed als de duurdere? Wetenschappelijk onderzoek heeft hij er niet naar verricht. En daarom kan hij niet bewijzen dat merkbenzine, die iets duurder is, beter is dan de benzine van de merkloze pomp. Maar in zijn motorenrevisiebedrijf CF Techniek in Krabbedijken ziet Adrie Westraten wel degelijk verschillen. Hier laat ik u een voorbeeld zien van benzine van goede kwaliteit. Met goede reinigingsadditieven. Die houdt de inlaatpoorten mooi schoon. Hier zien we dat de inlaatpoorten niet schoon zijn, maar vuil zijn. Dit kan duiden op benzine van inferieure kwaliteit. Brandstofleveranciers in Zeeland halen hun lading bij de raffinaderijen in Pernis, in Antwerpen en in Vlissingen-Oost. Ze vissen dus allemaal in dezelfde vijver en toch is er verschil. Benzine is een distillatieproduct, een raffinaderijproduct. En er zit verschil in het raffineren. Dat raffineren wordt getest en daar komt benzine voor die voldoet aan de specificaties van de motorfabrikanten en die er net onder zit. En ik kan u zeggen dat die benzine via een achterdeur verdwijnt. Die gaat naar niet merkgebonden afneempunten.
Aan merkbenzine worden middeltjes toegevoegd voor een betere verbranding. Benzine zonder deze additieven kan volgens Westraten leiden tot grote schade aan de motor. Als je te weinig additieven gebruikt of geen additieven, dan krijg je benzine van een te slechte kwaliteit. Dat betekent voor de motor dat er schade kan ontstaan. Wordt de verbrandingstemperatuur te hoog, want die is hoog, het is een verbrandingsmotor, en dan smelt de zuiger of de boezie of een klep. Westraat is overtuigd van de noodzaak om merkbenzine te tanken. Maar de houders van een merkloze pomp zien dat natuurlijk anders. Het moet aan alle Europese normen moet het voldoen bij elke raffinaderij. En er zou best eens iets verschil in zitten. Alle ruolie is nooit precies hetzelfde. Dus, maar de raffinaderij, er gaat geen liter de poort uit zonder dat aan de Europese normen voldoet. En de stemming op onze website gaat vandaag ook over dit onderwerp. Ik let nooit op de kwaliteit van mijn brandstof, alleen op de prijs, is de stelling. Driekwart van de stemmers let nooit op de kwaliteit, maar een kleine minderheid, kwart van de stemmers, zegt wel degelijk op de kwaliteit te letten. De provincie Zuid-Holland is bezig met het opruimen van Japanse oesters in het Gevelingenmeer. Die werden in de jaren 60 juichend binnengehaald als vervanger van de doodgevroren platte oester. Maar ze zijn nu berucht om de stekelige schaal en scherpe randjes waar mensen zich aan bezeren. Dit is de boosdoener, de Cassostrea gigas, ofwel de Japanse oester. Surfers en dagjesmensen bij het Grevelingenmeer hebben er last van en ook de ondernemers klagen. Wij hebben er last van omdat onze cursisten en gasten die surfplanken bij ons huren zich regelmatig bezeren aan de vlijmscherpe oester die hier in het gebied is. Dat kan van een heel eenvoudige kleine snee tot echt een erge verwonding aan knie of aan het hoofd zijn. En dus ruimt de provincie Zuid-Holland, die het meer onder haar hoede heeft, de oesters op. Dat gebeurt onder meer met een vissersboot. 5 weken zijn we daarmee bezig. We verwachten ongeveer 500 tot wellicht 1000 ton oesters daarmee weg te halen. En daarmee het, voor het grootste gedeelte het recreatiestrand en overgang daarmee vrij te hebben van oesters. De operatie kost zo'n 50.000 euro. Het gaat vooral om wilde oesters. Slechts 2% kan de markt op. De rest wordt weggegooid. Die worden in een diepe put in de Gevelingen worden die geloosd. En die kunnen daar niet overleven? Nee, dus dusdanig diep en door de vanwege de waterdruk en de andere zuurstofgehalte overleven de oesters daar niet. Als de werkzaamheden klaar zijn, kunnen surfers en andere recreanten weer veilig het water in. Zeeland stevend af op een griepepidemie. In Brabant en Limburg heerst er sinds gisteren officieel al één. Dat meldt de website degrotegriepmeting.nl. Ook de GGD Zeeland spreekt van een stijgende lijn. De griepgolf is dit jaar lang uitgebleven doordat de vorst pas laat kwam. Het griepvirus verspreidt zich meestal in de koudste periodes. Chinees-Indisch restaurant Happy Garden aan het Oranjeplein in Oost-Soeburg is gisteravond overvallen. Volgens de politie was er één dader. De man bedreigde een personeelslid, mogelijk met een vuurwapen. Tijdens de overval waren er geen klanten aanwezig. Het is niet bekendgemaakt wat de buit is. De Nederlandse Onderwatersportbond, NOB, gaat onderwater webcams plaatsen bij de duikwrakken bij Scharendijken. Het gaat om Le Serpent, de rat en de zeehond. Om de nieuwe duikattracties officieel te openen, wordt op vrijdag 16 maart een duikevenement georganiseerd in Scharendijken. Dan worden ook de onderwaterwebcams geplaatst om de scheepswrakken ook voor niet-duikers zichtbaar te maken. Het is vrijwel zeker dat de Eneco Tour dit jaar finisht in Middelburg. En dat gebeurde 4 jaar geleden voor het laatst. De datum dat de Tour moet aankomen is al bekendgemaakt. Maandag 6 augustus. Gedeputeerde Ben de Reu en wethouder Albert de Vries van de gemeente Middelburg hadden vanmiddag een gesprek over de komst van de Eneco Tour. Daar is uitgekomen dat beide er al bijna zeker van zijn dat de meerdaagse koers naar Zeeland komt. Ja, we hebben eigenlijk daar in principe een positieve insteek voor. Maar we moeten een paar dingen uitwerken en weten. Nou, geld speelt een rol, de hele planning is een rol. Het is in augustus een vakantietijd. Met hoeveel zekerheid kunnen we zeggen dat de Eneco Tour in augustus in Middelburg finisht? Ja, dan moet je dat rekenkundig benaderen. Maar ik denk toch wel dat je daar, nou, laten we zeggen, 80% kans is daar wel op. De Eneco Tour komt dus hoogstwaarschijnlijk op 6 augustus in Middelburg aan.
Dat geeft de gemeente nog 5 maanden de tijd om alles te organiseren. De draaiboeken van de Giro d'Italia zullen dus weer uit de kast worden gehaald, want het parcours komt veelal overeen. En we willen het zoveel mogelijk doen volgens het Giro draaiboek, dus eigenlijk min of meer dezelfde route. Dat betekent voor de andere gemeenten dat ook eenvoudig is, want die draaiboeken liggen er nog. Het enige wat we nu anders willen doen is dat vanaf de Veersedam eerst langs Veren en de Veerseweg wordt gereden met een doorkomst door Middelburg en dan naar Westkapelle en de ronde langs de boulevard Vlissingen en dan weer op de Dam finishen. Er is vandaag alleen gesproken over de editie voor 2012. Maar als het aan gedeputeerde Ben de Reu ligt, wordt dat snel uitgebreid. Gesprekken die wij gehad hebben, zowel met de Eneco als met de Worldport Classic, als bij de Zeeland Seaports, de ronde van de Zeeland Seaports, hebben we het steeds over meerjarige overeenkomsten. Dat is prettig voor die organisaties, want dan hebben ze zekerheid. Het is voor ons prettig, want wij hebben dan die zekerheid ook. En, nou ja, je krijgt ook altijd wel een zekere korting als je een meerjarig contract afsluit. Dat speelt ook gewoon allemaal mee. Dus in principe zou je kunnen zeggen dat dit de start is van zo'n meerjarige gebeuren. En start! Komende weken zullen dus cruciaal zijn. Uiterlijk 14 april moet er duidelijkheid zijn of de Eneco Tour in Middelburg finisht. En meer sport dit hele weekend op onze speciale sportwebsite omroepzeelandsport.nl. Waaronder beelden van de Kustcross. Zeeland kent de laagste jeugdwerkeloosheid van Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat jongeren tot 25 jaar de baan voor het uitkiezen hebben. Zeker niet als je geen diploma's hebt. Zo blijkt uit het verhaal van de 19-jarige Amber uit Heinkesand. Ik ben Amber van Duinen. Ik ben 19 jaar. Ik woon hier in Heinkesand. Waarom woon je op een camping? Dat is omdat we geen huis kunnen krijgen. We hebben niet genoeg punten en ja, het is gewoon heel erg lastig. Je zou graag werk willen hebben. Wat zoek je precies? Het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit wat. Het gaat me erom, we hebben financieel het nodig en sociaal heb ik het zelf nodig. Ik zit al vanaf vorig jaar april thuis. Je wordt niet aangenomen, je wordt afgewezen bij bedrijven. Wat zou daar de reden van kunnen zijn? Ik denk dat het puur om mijn zoon is. Ze denken dat het, zoals ik ook al gehoord heb van het bureautje van... Ze denken vaak, zodra het kind ziek is, is moeder weg bij het bedrijf. Mijn moeder wil komen als hij ziek is. Mijn zusje, mijn vader. Dus er is helemaal geen probleem. Maar bedrijven maken daar vaak wel een probleem van. Want die zeggen van, nou, moeder komt niet als zoon ziek is. Maar dat weten ze niet, want dat... Die conclusie trekken ze al voordat ze mij ooit gesproken hebben. Wanneer je nu terugkijkt op je leven, je bent nu 19 jaar. Zou je zeggen, ik zou nu andere keuzes maken in mijn leven? Mijn 4 HAVO had ik gewoon beter moeten afronden dat ik naar 5 kon. En een diploma had kunnen halen. Want ik merk wel dat het is niet dat, dat ik niks kan doordat ik geen diploma heb. Maar het is wel belemmerend. In bepaalde zaken. Ik voel het nu wel. Het trekt aan me gewoon. En ik merk ook van, ik wil ook mijn zoon gewoon niet meer het verkeerde voorbeeld gaan geven dat hij dat ook moet doen. Hoe zie je jezelf? Waar ben je over 5 jaar? Hoe zie je die situatie voor je? Nou, hopelijk gelukkig gezin met een huis, mijn zoon lekker naar school. Ik een baan, mijn vriend een baan en geen geld zorgen meer. Dus het vreet ook aan je, geld zorgen. En ik wil gewoon een goede toekomst voor hem opbouwen. Zodat hij niet in dezelfde problemen eventueel zou kunnen komen als dat wij nu zitten eigenlijk. Kinderboekenillustrator Fleur van der Wiel maakt dit jaar het prentenboek voor de Kinderboekenweek. Voor de uit Middelburg afkomstige Van der Wiel betekent deze opdracht een grote stap naar bekendheid. In Hartje Amsterdam heeft illustrator Fleur van der Wiel haar atelier. Hier ontstaan haar superguppiehondjes waar zij onbekend staat. Het is bijzonder dat ze is gevraagd voor het prentenboek van de Kinderboekenweek. Altijd zijn het kinderboekenschrijvers die opdracht krijgen.
Het is een enorme eer. En wat het betekent is dat meerdere mensen nu mij als illustrator zullen leren kennen. Sommigen kennen wel mijn werk, maar ik ben totaal niet bekend volgens mij bij het grote publiek. En nu is dat wel een kans dat meerdere mensen dus jouw werk leren kennen. Met haar boeken over Supergruppy heeft Fleur van de Wel grote indruk gemaakt. De boeken wonnen griffels en zelfs de prestigieuze Woutertje Pieterse prijs. Binnenkort begint ze aan het prentenboek voor de Kinderboekenweek. Edward van de Vendel, dus dezelfde schrijver als van Supergruppy, hebben we gevraagd om de tekst te schrijven. Die heb ik net binnen en ik sta helemaal aan het begin. Dus ik laat de tekst nog op me inwerken en ik weet nog niet hoe het gaat worden. En al zou ze het weten... Ga ik het ook niet vertellen, nee. Nee. Het prentenboek van de Kinderboekenweek wordt geen nieuwe Supergruppy. Maar wat dan wel, daar mag Fleur van de Wel nog niets over loslaten. De Kinderboekenweek begint op 3 oktober. Voor Fleur van de Wel wordt dat een drukke tijd. De web, mijn uitgever gezegd van Fleur, hou er maar rekening mee dat het vanaf september al druk gaat worden. Ja, dus ik heb dan ook niks gepland. Het nieuwe prentenboek is in de Kinderboekenweek voor een gereduceerde prijs te koop. En ligt dan in hoge oplages in alle boekwinkels in Nederland. En dan nu het weer. De mist ging vanochtend over in nevel en laaghangende bewolking die opnieuw hardnekkig was. De temperatuur lag vanmiddag rond de 9 à 10 graden. Morgen dan zijn er wolkenvelden, af en toe wat zon en in de avond valt er wat regen. De maximumtemperatuur ligt dan tussen de 10 en 13 graden. Zomaar op straat overvallen worden met de vraag of je Miss Zeeland wilt worden. Dat gevaar liepen de dames in Goes vandaag. Een speciaal scoutingteam struit deze week de Zeeuwse straat af op zoek naar een nieuwe Miss. Dat gebeurt onder leiding van de huidige Miss Zeeland, Lisanne Visser. Wij zijn vandaag aan het scouten in Goes op zoek naar de nieuwe Miss Zeeland. Ja. Wij willen graag wat meer over jou weten, want je ziet er leuk uit. Dat is een leuke werkdag zo, zeg maar. Ik hou altijd van... Weet je wat een keer leuk is, hè? Voor een finale of zo? Ze hebben toch wel eens die uitspraak van... Meid, al trek je een vuilniszak aan, dan zie je er mooi uit. Dat ze dan zo'n vuilniszak iets of zo... en dan proberen om dan nog mooi uit te zien. Maar dan wel heel mooi maken. Ja. Mag ik vragen hoe oud je bent? Ik ben 16, bijna 17. Bijna 17. Laat me net een juiste groep. Nou, wij zijn aan het zoeken naar een nieuwe Miss. Wat mag ik vragen hoe oud je bent? 26. Ja. Misschien kan ik wel een kaartje eigenlijk invullen, ja. Ja, ik kan het. Waarom niet? Ja, het overrompelt je gewoon eigenlijk, ja. Ik denk dat we een paar hele mooie meiden weer hebben gescout vandaag. En tot zover deze nieuwsuitzending straks. Na het uitgebreide weer kunt u kijken naar Terugkieken met beelden van de internationaal vermaarde scheepswerf De Schelde in Vlissingen. En meer nieuws op onze website en morgenavond vanaf 6 uur op tv. En morgenmiddag op de radio discussie over het nieuws dat deze week beheerste in Zeeuwsdiep. Voor nu een hele fijne avond. Heeft u tips? Bel ons of mail.